Er waren ook nog wat mensen die zeiden van... Wij vinden, wij vinden de podcast van Maarten leuk, maar wij vinden VI ook leuk. Ja, dat is een wonderbaarlijk feit natuurlijk. Ja, kennelijk hebben ze dus enerzijds wel een goede smaak... en, en anderzijds niet zo'n beste smaak of een luie smaak... of wat je ervan denken zeer, wil. Er is niets mis met platte pret. Want er was niets mis met platte pret. Daar ben ik het jammer nog niet mee eens. Ik vind platte pret nogal vervelend. Het ligt tegen dat zingen aan. Platte pret, gezelligheid, joegé. In de Polonaise met z'n allen. Hè. Met hoe heet het? Gijp voorop, liefst. Ook zo'n sympathieke jongen. Luchtig het wereldnieuws besproken. Nee. Hallo, je kunt je tijd echt beter gebruiken. Nogmaals, ik ga het hoeft niet verboden te worden. Er moet ook een programma zijn voor, voor laten we zeggen, mensen met wat minder concentratievermogen. Liefhebbers van platte pret. Je weet, je hebt mensen die vinden het heerlijk om urenlang naar schuine moppen te luisteren. Ik niet. Spijt me, ik niet. Ja. Maar mensen voelden zich aangesproken omdat je ze als hoor een beetje wegzette. Precies, ja, En dat, dat ze toch dat, VI leuk vinden. Ja, je begrijpt dat ik dat natuurlijk wel weer Lollig vond. Dat ze juist daardoor zich aangesproken voelden. He, want dan platte pret is nog te verdedigen, Maar als het dan ook nog... Als je erbij zegt dat ze ook niet al te snurren zijn, dan zijn ze enorm gepiekeerd, want dat was wel duidelijk natuurlijk. Want ik had de indruk dat zelfs de, 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 de bejaarde pubers die deze show maken, dat die ook nog liggen gepikkeerd waren over mijn observaties te zaken. Ik wil overigens wel een objectief wetenschappelijk verantwoord onderzoek laten houden, zodat we een beetje kunnen vaststellen of ik daadwerkelijk gelijk heb. Door een, dan moeten we natuurlijk een steekproef maken van VI-luisteraars. Een beetje, een beetje een flink aantal, zodat, zodat dat verantwoord is. En je weet hoe de intelligentie verdeeld is. Jammer genoeg zijn niet alle Nederlanders even intelligent. De intelligentieverdeling is een zogenaamde chaoskrom. Dat loopt op en dan heb je het gemiddelde, dat is de top, dat is 100. En dan loopt het weer naar beneden, naar rechts en dan wordt daar naar rechts. Dat wordt steeds minder en minder. En dat wordt dan de slotte de mensen met een IQ van 140, of weet ik hoeveel. En aan de linkerkant idem dito, maar dan veel lager. En nu is mijn proefje dan zo: dat die, dat die, die steekproef, daar gaan we het IQ meten. En dan is mijn bewering dat een vrij ruime meerderheid van de gemetenen, die zal in de linkerkant van de gauwskrommen vallen. Dat we zeggen mensen met een IQ lager dan 100. Daar is overigens niks mis mee. Het zijn hele aardige mensen. Daar gaat het niet om. Maar als men dan toch een wetenschappelijk onderzoekje wil doen. Omdat ze zeggen: wat een hooghartige vlerk. Ja, ik kan er ook niks aan doen. Dat de, ik had ook liever gezien, dames en heren. dat de intelligentie keurig gelijkmatig verdeeld was over de bevolking. Maar dat is helemaal niet zo. Ik, ja, ik, ik moet je zeggen dat ik. Ik, ik heb het al een miljoen keer verteld volgens mij. Ik zat ook een of andere tirade te houden over de kiezers die van niks wisten en dat soort van dingen wat ik graag zeg allemaal. Of zoiets als de bij de slimste of over, de, over dat VI. Eh, en toen, eh, ja, daar was Marleen Bart, toen, dat tijd nog, eh, de fractieleider van de PvdA in de Eerste Kamer. En zei: Ja, ja, meneer Van Ossem, dat zegt u allemaal wel. Maar hij realiseert u zich wel dat er in Nederland 2 miljoen mensen zijn met een IQ onder de 80. Eh? Denk aan de belcurve weer. Dus ja, ook voor die mensen, nou, denk ik dat niet alle. Kijkers naar VI onder de 80 zitten, moet ik zeggen. Hoewel het idee mij al middellijk ook alweer vrolijk stemt, natuurlijk. Ja, het is verschrikkelijk. Gewoon, wat een hooghartigheid. Oh jeetje, oh jeetje. Zouden we nog een, zouden we nog een luisteraar overhouden op deze basis? Alleen de Einsteins van Nederland, helemaal rechts van de belcurve, die, krijgen wij, die houden we over als luisteraars. Ja. Uh, dus ik ben wel benieuwd hoe dat, uh, hoe dat uit zou pakken, dat wetenschappelijke onderzoekje voor mij. Nou, het is jammer, maar. Nou, wat ik ook vaak las, is even ontsnappen aan de realiteit. Alle serieuze programma's, dat vinden intelligente mensen schijnbaar ook even lekker af en toe. Ja, kennelijk. Even ik, het verstand uh, op nul. Ik, uh, ik, uh, ik weet niet hoe je je verstand op nul zet, maar kennelijk hebben die mensen zo'n dingen gebouwd, de meters. Ik heb nooit ook maar de geringste behoefte om mijn verstand op nul te zetten. Daar komen natuurlijk de grootste ongelukken van als je je verstand op nul zet. Ja, maar Dat je eventjes bijvoorbeeld de dagelijkse de sleur kunt vergeten. Dat oh, je de dagelijkse sleur. Ik ben gek op sleur. Ik ben gek op routine. Ik vind het heerlijk als elke dag zo'n beetje hetzelfde verloopt. Je weet dat je hoeft me tien minuten te laten komen. En dan begin ik al, al rustig te worden en denk, oh, hij is het vergeten. Wat is dat nou? Weg daarmee. Ja. Dus nee, ik, ik begrijp daar niets van. Ik geef toe, ooit, ik heb het ook wel eens verteld, trouwens, zijn mijn vader tegen mij, ik weet niet, was toen denk ik een jaar of 14, 15, een beetje het moment dat jongens onder elkaar schuine moppen gaan vertellen, die ze dan ontzettend leuk vinden, echt, zo'n rollen over de grond van het lachen. Ik niet overigens, meestal begrepen ze namelijk niet. Eh, maar mijn vader zei, mannen die schuine moppen vertellen, deuren niet. Ik heb me daar altijd aan gehouden. Dus, ik heb nooit een schuin om op te vertellen. Dus jij vindt gene van der Gijp niet deugen? Nou, niet deugen. Ik heb eigenlijk bij Van der Gijp... Kijk, die, die show die wordt, die wordt vrij handig gemaakt, dat begrijp je. Die show kun je goed vergelijken met wat ik altijd zei over De Telegraaf. Daar staan al enorm stomzinnige dingen in. En vooral de eerste, de, de, de voorpagina, dat is van diepe treurigheid... door de jaren heen gemeten, zal ik maar zeggen. Eh, maar dat is heel goed gekalibreerd, maar het soort van lezers wat ze hebben, want ze hebben natuurlijk voortdurend testen ze even, eh, slaat het nog aan bij onze lezers. Nou, wat zijn de lezers van de telegraaf? Dat zijn boze forensen eh, die eh, die nog in de trein nog half slapen. Dat dat is een beetje de, de markt waarop die waarop de, hè, krans van verstand, nee, krans van wakker nederland Ik denk ook dat dat VI dat dat met een eh, dat ze daar goed over nadenken. En wat is VI? VI is mannen onder elkaar. Lekker bonomie, een schuine mop een beetje een stomzinnige opmerking. Uh, ja, uh, het gaat altijd over tieten. Het, het, het is net precies waar ik niets mee heb. Ik heb nooit iets gehad met mannen onder elkaar. Ik heb geen idee hoe vrouwen onder elkaar zijn, want daar ben je nooit bij als man natuurlijk. Maar mannen onder elkaar zijn gewoon strontvervelend. Ik heb er geen andere woorden voor. Opsnijden over hard rijden. Het, het, het is. Eh, nog maar, ik heb er niks mee. Ik heb geen. Ik, ik, het is de gezelligheid. Het zijn de opmerkingen van de kleedkamer. Locker room humor heet dat in het Engels. Of Amerikaanse. Locker room is volgens mij een Amerikaanse term. Niets. Ik heb geen enkele behoefte. Om mijn intelligentie op nul te zetten. 0,0. Sterker nog, het is veel lolliger om je intelligentie te laten werken. Dan je intelligentie op nul te zetten. En dan moet ik dan meelachen met, met, met de lachbrigade? Nee, toch zeg. Nee, ik denk dat het programma heel handig gemaakt wordt. En mijn indruk is, je weet, ik heb er twee keer bij gezeten. De eerste keer viel best mee. En die tweede keer dacht ik, dit programma wordt keurig gemaakt. Wat zijn het? De hoofdmoot is: zijn, zijn jongens tussen de 18 en de 25. Ik had ook de indruk die een hun al achter de rug hebben, zal ik maar zeggen. Eh, het, zijn, het waren ook allemaal jongens die dachten dat Gijp de Heer Jezus was. Een hele wonderlijke incarnatie van de Heer. Maar goed, ja, die, het is een soort Godheid. Dat is het. Ik heb er niets mee. Dus ik vond zelf mijn beschrijving, hoe wat, dat zei ik ook weer. Het is, een, het is platte pret eh, voor mensen met beperkte intelligentie. Het lijkt mij dat dat eigenlijk helemaal niet beledigend is. Het is een hele objectieve beschrijving van de werkelijkheid. Ik had is de het, indruk dat Gijp dat wel vond. Is het platte pret? Ja, het is platte pret. Ja. Eh, is het voor de, nou laten we zeggen, niet de, de, hoe zal ik dat zeggen, de fine fleur van de Nederlandse intelligentie? Ja, ja dat is het. Maar ik heb het idee dat met jou en Gijp niet meer goed komt. Ja, dat kan ik mij wel iets bij voorstellen, aangezien de allereerste en enige keer dat ik met hem daar aan die tafel heb gezeten, vond ik een eerste klas hufter. Ja, een man die zich niet wist te gedragen. Dat het toch iemand is met humor? Ja, het is maar net wat je humor vindt natuurlijk. Mijn indruk was dat, dat daar aan die tafel, ik weet niet of het alleen Gijp was of die andere ook, toch een sfeer hing zo, die verrossen, die gaan we eens even lekker afknijpen. Hmm. Nou, zeggen had het van tevoren gemeld, dan had ik kunnen zeggen, dat hoop ik niet. Maar ik had ook een idee dat hij wel boos was, omdat jij die supporters allemaal belachelijk had gemaakt, door te zeggen, het zijn allemaal domme horen. Ik zei, nee, het gaat niet om die supporters. Nou, ik vond die Ja, of die in die... het publiek zaten daar in die tent. Dat ja, zei... dat, die maakte op mij niet de indruk dat ze het buskruid hadden uitgevonden, laat nee. ik dat zeggen. Nee. Misschien waren er meerdere buskruituitvinders, maar hier, in deze ongelukkige groep... niet waar, in deze Polonaise groep... om het maar even zo te noemen... nee, daar had ik geen hoge dunk van. Nee. Het programma doet het uh, qua talkshows wel... volgens mij het beste van ze allemaal, hè? Ja, dat klopt natuurlijk. Ga maar even. Nou, als die intelligente mensen... die even hun intelligentie uit willen zetten... ook kijken... en je hebt die hele groep links van de belcurve die ook uh, dan hartstikke leuk... fijne humor ook... En, ja, dat je er eens even helemaal uit bent. Ja, dat is heerlijk gewoon werk. Ik niet voor mij.